Welkom bij deze video waarin ik je iets meer informatie wil geven over een bepaalde toepassing van MindMap 2009. Wat nu als je een rapport, boek of een artikel moet schrijven of wilt schrijven, kun je dat met behulp van 2009, MindMap 2009 ook doen? Zeker. Uh, je begint eigenlijk net zoals met al het werk wat je doet in MindMap 2009, met het opzetten van een MindMap. Hier heb ik er een gemaakt exporteren naar Microsoft Word. Ik heb een stukje geschreven over MindMapper het testen en het bestellen. Uh, bij het zakelijk gedeelte van MindMapper heb ik een stukje tekst staan en ik heb bij het persoonlijke een stukje tekst staan. Academisch 30 dagen proberen. Een reactie die ik heb gekregen heb van iemand. Aantal mogelijkheden die beschreven zijn. Uh, dus gewoon eigenlijk een stukje een artikel. Uh, ik heb eigenlijk al mijn boeken ook in MindMapper geschreven, niet MindMapper 2009. Maar mijn mapper vanaf 3.5 heb ik mijn boeken erin geschreven. Uh, het maakt niet uit of je dan een boek schrijft dat maar 10 pagina's is of een boek van 200 pagina's. Ik heb boeken tot 200 pagina's heb ik geschreven in mindmapping En eigenlijk op dezelfde manier als je het hier ziet. Ik heb een opzet gemaakt: hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 enzovoort. Stukken daaronder. En ik heb daarna alle tekst die ik wil schrijven als aantekening onder dat stukje neergezet. Het voordeel hiervan, je kunt heel makkelijk de informatie gewoon verslepen. Ik kan hem daar neerzetten waar ik wil. Ik ga dingetjes aanpassen. Ik wil bijvoorbeeld mogelijkheden daar of ik wil hem onder een heel ander onderdeel hebben staan. Heel eenvoudig. En zoals het eigenlijk dus ook hoort met het maken en het opzetten van het boek. Want eerst het opzetten van het artikel, dat doe ik in Mindmapper. En daarna ga ik gewoon de tekst schrijven die bij elk onderdeel hoort. Um, exporteren naar Microsoft Word. Ik heb hier de mindmap staan en het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is export naar Microsoft Word. En dan komt er een overzichtje van wat de mogelijkheden zijn. Nou, ik heb een eigen template gemaakt. Ik kan hem opslaan in dit bestand. Ik doe hem heel eventjes naar een uh, gewoon doc bestand, Microsoft Word 2003 bestand. En ik kies wat ik wil exporteren. Aantekeningen, hyperlinks, plaatjes, uh, overzichten, resources. Nou deze twee hoef ik nu niet, zit er ook niet in. Maar wel plaatjes, hyperlinks en aantekeningen. En juist die aantekening is belangrijk, want dat is wat ik hieronder heb staan. Wat ik in dat hoofdstuk of dat gedeelte geschreven heb. Ik klik oké. Okay en het document wordt gemaakt. Ik zal hem er even bij pakken. En dan krijg je bijvoorbeeld dit. Zo'n iets. Waarbij je dus kunt zien onderdeel 1, zakelijk, persoonlijk, academisch. Nou, zakelijk, persoonlijk, academisch. Mogelijkheden. Testen de, de plaatjes die je uh, zijn meegenomen en het bestellen en de links ook. Dus heb ik dit geschreven en ik exporteer het bijvoorbeeld naar Adobe, Acrobat? Uh, ik hoef alleen maar dan die link, die blijft gewoon actief en die is dan te gebruiken in dat document. Heel eenvoudig. Uh, wat ik zelf wat minder vind, is dat als ik dit heb gedaan, uh, en dit template is helemaal zelf aan te passen, uh, dan kan ik mijn hele mindmap in het begin kan ik niet meer zien. Nou, wat ik zal doen is, ik zal bijvoorbeeld. Save as. Ik ga hem opslaan in een van deze volgende formaten en dan pak ik even jpeg. Save als een image file. Ja. Oké. Okay. En het is nu als plaatje opgeslagen. Wat ik dan doe, is ik zet bijvoorbeeld hier aan het begin van mijn, uh, mind, van mijn uh, stuk tekst. Zet ik die mindmap neer. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik zal eventjes uitzoomen. Um, ik heb nu mijn tekst en de mindmap. Heel eenvoudig als je bijvoorbeeld een overzicht wilt geven, eerst in mindmap-vorm en dan de hele tekst. Mensen kunnen gelijk zien, oké, okay, dit zijn de onderdelen. In plaats van bijvoorbeeld een inhoudsopgave. Ik hoop dat je hier iets meer aan hebt, uh, dat je hier verder mee kunt, dat je een andere toepassing van Mindmapper hebt gezien nu. In plaats van het gewoon maar een mindmapje maken. Want nogmaals, het gaat hier niet om mindmapjes te maken. Het gaat erom om inzicht te krijgen in wat je doet, waar je mee bezig bent. En dat kan op deze manier heel eenvoudig gedaan worden. Door bijvoorbeeld te exporteren naar Microsoft Word. Heel even nog iets extra's. Microsoft Word export zit in de professional en de standaard uitvoering. Als ik hier kijk bij share. Deze zaken: naar Excel, PowerPoint, Outlook enzovoort. Zitten niet in de, uh, uh, de standaarduitvoering. Die zitten alleen in de Professional. Net zoals naar PDF opslaan. Alleen in de Professional. Dankjewel voor je aandacht. Uh, mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op. Mijn e-mailadres is arjen.terhoeve.com.